Welkom in San Siro, een mooi stadion waar men veel van verwacht. AC Milan thuis tegen Ajax. En Ajax is er klaar voor. Maar is AC Milan dat ook? Verloren met 2-0 van Real Madrid. Ajax moet er ook nog tegen in de Amsterdam Arena. Daar Pirlo, de oude verdette bij AC Milan. En natuurlijk andere opstelling dan vorige week, dan vorige keer, vorige wedstrijd tegen Hoogster. Nu is het topelftal wat Ajax neer heeft gezet. Normale basiselftal compleet bij Martin Jol. Ja, Catuso, natuurlijk Ronaldinho, Dida, Abrazini, natuurlijk ook Pirlo en natuurlijk Clarence Seedorf, Inzaghi is erbij. En dan ook nog misschien Klaas-Jan Huntelaar, maar die zit op de bank. Bij hier de opstelling, Pato in de spits, samen met Inzaghi, daarachter Ronaldinho. De opstelling van Ajax is al volgt. Dezelfde andere opstelling, de basis 11, met natuurlijk Siem de Jong. El Hamdoui, en hier is Pirlo. Hij zal AC Milan moeten leiden. AC Milan Ajax! Ze staat, dat is nu van start gegaan. Oddo. Favalli. Emmanuelsen. Zit er goed tussen. Hoorby Emmanuelsen. Eerste kans. En dan ga ik het doelpunt. Hoorby Emmanuelsen. Zet Ajax op een 1-0 voorsprong. En wat een feest gelijk al in Amsterdam. Hoorby Emmanuelsen is gelijk de doelpuntenmaker, gleed net nog uit, pakt hem hier keurig af en versnelt zich dan en versjalkt Donald Dida. Snelle goal van Ajax. En het is Hoorby Emmanuelsen dat het tweede doelpunt maakt voor Ajax in dit Champions League toernooi. De eerste goal kwam op naam van Mounir El Hamdoui in de 90ste minuut. Nu scoort Ajax wat vroeger, namelijk in de derde minuut van de wedstrijd. Vertongen. Suarez. Ronaldinho moet terug. Suarez kiest ook voor de terugweg. En dan zit Ronaldinho er alsnog goed tussen. Inzaghi. Inzaghi. Seedorf. Kulowski. Ja, een goede bal. Seedorf! Goede kans, het is 1-1! Het is 1-1! Paolo Inzaghi! Dat is snel terugslaan, zeg! 1-1! Paolo Inzaghi en wat een goede actie van Clarence Seedorf wordt hier vrijgespeeld. Maakt het stekelberg lastig en daardoor kan Inzaghi voor 1-1 zorgen. Oei, 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 oei. En wat een feest nu ook in San Siro. Want daar is het eerste doelpunt van AC Milan in dit toernooi. De nul heeft dus weggespoeld wordt door Inzaghi. Eerste tegendoelpunt Ajax dit toernooi. Suarez. Zoeken naar 1-0. Niet kunnen vinden. Al de wereld. Stekenburg. Lange trap. Suarez. 1-2. Mislukt. Jan Kulowski. Ronaldinho. Pato. De Ziel. Luis Suarez. Van de Wii, bal kwijt. Ronaldinho, bal kwijt. Emmanuelsen. En van de Wii, mooi hakje. Ejo Neno, Ejo Neno! Met een schotpoging. Dat was 1-0 dichtbij. Mooi actie van El Hamdoui. Zoals we hem eigenlijk kennen. Maar dan schiet 1-0 hem net over.
Kwartier gespeeld, stand 1-1, dat kan binnen 10 minuten. 10 minuten kwijt. En dan wie? Goed van de ziel. En dan wie? Suarez. Daar is Emmanuel Welsom! En dat, wat scheelt het? Wat een hoekschop. Via Suarez. Dat is ook een mooie hoekschop. Want daar valt de bal eruit. Dan wordt opgevangen weer door Emmanuel. Zon, 1-0, De Zeeuw, 1-0, Dida. En de bal weer tot ingooi voor de Amsterdammers. De Jong. Vertongen. Kans voor Demi De Zeeuw. Demi De Zeeuw, goede schot, goede redding van de doelman. Elhamdoui, 2 en Ajax. Mounir Elhamdoui maakt het zijn tweede doelpunt in dit toernooi. En hij scoort tegen AC Milan. Wie had dat gedacht? Wie had dat durven dromen? Elhamdoui mag dat dus dromen. Foutje van Dida. Dat was wel goed red. Maar daar een fout ook in de verdediging. Want Dida had hem naar de zijkant moeten slaan, niet door het midden, daardoor gaat Catuso hier in de fout. Nou ja, in ieder geval Catuso samen met Oddo. En daardoor scoort Mounir Elhamdoui. Ajax staat 2-1 voor. AC Milan moet dus weer helemaal opnieuw beginnen. Oddo. De fans in Italië maken een lawaai tot nu toe. De Ajaxide. Kijk, eigenlijk een beetje, de Ajax-fans, ja, feest ook wel een beetje, maar kijk, toch ook een beetje bezorgd. Omdat die eerste voorsprong ook een heel snel voorbij ging. Emmanuelsson wordt gezocht, het wordt een hoekschop. Die wordt genomen door Luis Suarez. En ook die is gevaarlijk, vooral als Emmanuelsson erbij loopt. Emmanuelsson, ja, daar komen ze. Vertongen. Van de Wiel, Luis Suarez, mooie bal zeg, mooie bal, Elhamdoui, het is 3-1, het is 3-1 en het is weer Mounir Elhamdoui, dat hem afmaakt. Dit heeft nog nooit voorgekomen, dat Ajax hier wel scoort en AC Milan niet. Maar AC Milan kan geweldig terugkomen zeg, daar is Ajax voor opgepast. Daar Elhamdoui en eigenlijk wel goed binnengeschoten door Mounir Elhamdoui. Ajax had meer scoort nu. Tegen Auxerre het moeilijk had. Maar hier mag Mounir zijn handen dichtknijpen. Pato. Jankulovski. 1-0. Goed. Suarez. Weer zoeken naar Elhamdoui. Nu niet vinden. Nee joh. Ajax krijgt meer zelfvertrouwen. Emmanuelsson. Emmanuelsson. Ambrosini. 1-0. En tussendoor. 1-0 en tussendoor. Elhamdoui. Dit keer niet. Dit keer is het Dida wel. Elhamdoui. Oddo. Een paar minuten nog tot de rust. Jankulovski. Cavalli. Mooi gedaan. Emmanuelsson. Suarez. Elhamdoui. Elhamdoui, mond klaargelegd. Elhamdoui, Suarez op de lat! Luis Suarez met de grote kans voor Ajax. Mooi hakje van 1-0, maar de bal komt op de lat. Dida was kansloos geweest. En dit had een mooie 4-1 voorsprong kunnen worden voor de Amsterdammers. En zo geeft Ajax AC Milan nog een beetje hoop om in de tweede helft een uitstekende wedstrijd te spelen. Pato.
Suarez. Suarez klaargelegd. El Hamdoui. 4-1. Een hat-trick voor meneer El Hamdoui. AC Milan krijgt hier een pak slaag van Ajax. Maar AC Milan heeft nog een tweede helft. Als ze daar hun best doen, zal Ajax weggespeeld worden. Maar wat een veld weer achterin. Suarez met ruimte. En die legt hem perfect terug. El Hamdoui komt daarin en die schiet hard. En Dida zit daar niet helemaal lekker bij. Laat de bal door zijn handen glippen. Waardoor El Hamdoui ook voor 4-1 kan zorgen. Maar het zal voor Ajax een lastig pakketje worden. Want hier komt dan AC Milan zal nu wraak willen nemen. Zal het hier niet bij laten. Maar het is in ieder geval mooi dat Ajax hier 4 keer scoort en AC Milan even weghaalt. Dit zal toch niet meer mis kunnen gaan. Maar ja, zeg nooit nooit. Mooi bal. Niet bij Suarez. 1-0. Ronaldinho, het is rust. Rust in San Siro, de ruststand.